Ik zit hier bij Hermie Buursink en zij is al heel lang vrijwilligster bij het Wevershuisje. Ze kan er ook van alles over vertellen. Hoe is dat allemaal zo gekomen? Nou, het is gekomen omdat ik op een gegeven moment geen tijd over had en hier begonnen ben met kinderpartijtjes te begeleiden. En dat is al lang geleden, want de laatste tijd doen we het niet meer, want de vrijwilligers worden allemaal zo oud. Dus dat is het begin. En dan rol je automatisch in het gastvrouwenschap en zo. Dus nu ben ik gastvrouw en ik vertel wat van het Wevershuisje. Ja, en ja, ik denk dat u ondertussen toch wel een en ander daarover kan vertellen, toch? Zo langzamerhand wel. Maar ja, het verandert niet zo erg. Hè? Het is al erg oud en het blijft natuurlijk meestal hetzelfde. Dus nieuwe dingen kan ik niet vertellen. Maar ik kan wel vertellen hoe oud het is. Ja, want wat is er bijvoorbeeld heel erg oud hier en wat is ja, echt iets heel moois wat past bij het Wevershuisje? Nou, in de eerste plaats is het Wevershuisje zelf erg oud. Het was het eerste stadsboerderijtje in Almelo. Dus maar een gedeelte van dit geheel. En dat was uit ruim 1600 zoveel. Datum weet ik niet precies, want ik ben slecht in geschiedenis. En wat is heel oud? Ik laat een paar leuke dingen zien die we gekregen hebben. We hebben een heel leuk klein kaartspelletje. Een reiskaartsdoosje. En dat is zo leuk. Dat is een leren doosje met prachtige kaartjes erin. En dat is een van de dingen die ik graag laat zien. Want die vindt iedereen mooi. Ja, en dat is dan echt iets heel specifieks. En vandaag, het loopt lekker door, geloof ik, hè? Het is vandaag ontzettend druk. We kunnen het bijna niet bijbenen, want we zijn met z'n drieën op het ogenblik. En af en toe dan weet ik niet of iemand al wat gehoord heeft of niet. Want het loopt echt gezellig druk. En u vindt het leuk om de mensen te vertellen over deze prachtige oude boerderij? Ja, ik vind het erg leuk dat die er nog is en dat het nog verteld kan worden. En er staan natuurlijk een heleboel dingen in die niet zo verschrikkelijk oud zijn. Maar op zich is het een heel gezellig geheel. Dank u wel. Graag gedaan. Een historisch stuk. Historische tuin, historische gebouwen, de kerk, het terreintje hier, het Wevershuisje. Nou, daarachter die huisjes staat. Ja. Iets verderop bij de baron. Dat leeft niet meer. Nou ja, goed, die leeft niet meer, maar het gebouw is er nog.